kabinet van de president zal burgers blijven beschermen tegen onrechtmatige gronduitgifte. Dit benadrukte president Chandrika Prasad Santokhi zaterdag tijdens de uitreiking van grondbeschikkingen in het district Nikeri. Met de aanstelling van een nieuwe directeur op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer is er daar geen twijfel over. Het staatshoofd gaf aan dat de opdracht vanuit zijn kabinet duidelijk is. Alle dubbele uitgiften moeten teruggedraaid worden op basis van het pas geslagen presidentieel besluit. Er was een meneer gekomen vorig jaar bij me. En die meneer zegt, president Hamar Jagas op Chinlees. Die man zit al daar, bijna 20 jaar, afgepakt. Vandaag heeft hij zijn perceel gehad, gecorrigeerd. Is weer van die andere en teruggegeven aan hem. En zo corrigeren we veel. En ik weet dat soms mensen het gevoel hebben, Jamin Chinlees, geef ons door, we gaan het terugnemen en teruggeven aan jou. Dat hebben we gedaan in die Stalweide case, dat hebben we gedaan in zoveel andere gevallen. Dat doe ik met die quarantaine meneer die daar een concessie gehad had. Stoppen met het presidentieel besluit. Hoe gaan jullie blijven beschermen? De woningnood is ook hoog in Nikeri. Volgens de cijfers van de grondregistratie hebben bijkans 1800 personen uit het reisdistrict grond aangevraagd. President Santokhi liet weten dat het in de bedoeling ligt dat alle achterstanden met betrekking tot grondzaken in Nikeri voor eind december 2024 aangepakt en opgelost worden. 1800 mensen hebben zich tot en met vandaag geregistreerd als perceelzoekende. 1800. Een deel gaan we ongeveer 350 gaan we op Hazard geven. Die registratie is er. En de rest gaan we hier geven. Begaanbare wegen. Toch? Want als je iets geeft, wat is niet begaanbaar. Sampoe, hè. Garnabanai, dan heeft het geen zin. Maar infrastructuur moet er zijn. Geef de mensen de perceel. En wat geef ik jullie nog meer? Grondconversie. Zodra je het op je naam hebt, je perceel, ren snel. Grondconversie unit. Laat het omzetten in eigendom. Het oplossen van de grondproblemen in Nikeri moet zekerheid bieden aan de gemeenschap aldaar. De burgers zijn nodig ter ondersteuning van de grote ontwikkelingen die op komst zijn met de olie- en gasindustrie.